Hallo mensen, we zijn weer bij een video. Nou, ik vertel over morgen. Morgen beginnen we met een cadeautje die alleen mijn klas krijgt. Je moet wel vertellen wat het morgen voor dag is dan. Ja, morgen is donderdag. Ja. Donderdag 5 december. Ah, daar komt de aap uit de mouw. Wat ben je wit? Nou. Zie je het niet eens? Je lijkt wel Casper. Casper het spookje. Kan ik dat zo regelen of niet? Nou, ik wil dus even zeggen. Nou, ik krijg een cadeautje en die... Van wie? Van de juf. Alleen van mijn de klas juf? Krijgt dat. Alleen mijn klas, hè? Hoezo? Alle anderen... Nou, dat heeft juf gewoon stiekem gedaan. Oh, wat lief. Dus nu krijgt alleen mijn klas dat. En dan mogen we daarmee spelen. Nou, wat andere saaie dingen werken en zo. En dat is niet saai, dat is super belangrijk. Ja, het is saai. Nou, dan gaan we naar de Sint. En krijgen we pepernoten, heerlijke dingen en zo. En uiteindelijk mogen we nog een cadeautje uitkiezen. Hoeveel cadeaus krijg je dan? 2. Oh nee, in de avond krijg ik er ook nog heel veel. Nou, dat is maar normaal te bezien. Dan krijg ik veel cadeautjes. En... Nou, dan heb ik een lekkere cadeautjesdag met een paar pepers. Ik bedoel pepernoten. En ja, ik weet niet echt waar ik over moet praten. Nou, dat weet ik ook niet. Want jij ja, veel ik maken. Heb niet echt heel veel om te praten. Zometeen ga ik naar het BSO. Oh ja, ik heb een drakending gemaakt. Ja, vertel dat. Dit gaat over mensen die jullie vast niet kennen, maar dit zijn hele mensen. Goede vrienden. Dit ben ik zelf. Oh, zo. Jesper, ik ben Nacht- en Vuurdraak. Mijn naam is Nightfur Dragon. Ken ik de wildouwe? Ciano, dat is mijn vriend, is een bliksem- en vuurdraak. Zijn naam is Danner Dragon. Ken ik de wildouwe? Dat is niet per se een taal hoor, zelf bedacht gewoon. Nou, en Destin, ook een vriend van me, is een water- en nachtdraak. Zijn naam is Wotite Dragon. Hoe? Wotite Dragon. Wotite. We tijd. Nou, en deze, Kian is mijn broertje. Klopt. Hij is een leven- en ondood draak. Zijn naam is Lefote Dragon. Lefote. Dit, nu ga ik allemaal vrienden van de BSO noemen. Vrienden. Daar ga ik iedere woensdag heen. Vandaag is het woensdag 4 december 2019. Morgen is dus... 5 december, donderdag 2019. Nou, en Tijmen heet hij. Hij is een bliksem- en luchtdraak. Zijn naam is Blicht Dragon. Dit is Max. Hij is een onzichtbaar en levend draak. Zijn naam is Ontlef Dragon. Niet Ontleft Dragon, maar Ontlef Dragon. Zonder de Ontlef. Ja, ik onthoud het. Dragon. Ontlef. Ontlef. En daarna Dragon. Nou, en dit is Gil. Hij is een turbo- en ondood draak. Oh, zijn naam is Throat Dragon. En nu komt Luke, dat is het broertje van Max. En hij is een turbo- en klein draak. Zijn naam is Clubo Dragon. Nou, en dat was het weer van een leuke video. Doei!